Yo mensen, hallo allemaal en welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag even een iets andere video als normaal. Normaal gaan we altijd vissen. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik een pelagic set knoop, slash rig, net hoe je het wil noemen. Ik kreeg heel veel vragen om complete pelagic sets te leveren met haak en alles erop en eraan. Dat doe ik natuurlijk met liefde en plezier. Maar het is voor jullie natuurlijk goedkoper als je ze gewoon bestelt en ze zelf knoopt. Is ook nog eens leuk om te doen, vind ik zelf. Dus er zijn natuurlijk betere manieren. Dit is hoe ik het doe. Er is nog nooit eentje losgegaan, dus ik wil het even met jullie delen. Wat gebruik ik nou precies? Als eerst heb je natuurlijk een screw-inloodkop nodig. Dan haak, haakmaatje 1. Dan Madcat Kevlar, 80 kilo. En natuurlijk de shed. Dit is wat je nodig hebt. Als eerst knippen we een stuk Kevlar af. Van ongeveer 30 centimeter, 30, 40 centimeter. Die vouwen we dubbel. Zo, dan de twee uiteindes. We gaan door het oog van de haak. En die vouw je weer terug. Om de haak heen, tot net boven het oogje. Dan pak je het lange gedeelte. En begin je te wikkelen. Om de twee uiteindes en om de haak stil. Hou ze wel recht, zodat je een mooie wikkeling krijgt om de haakbocht. Die wikkel je tot helemaal onder. En dan ga je weer terug naar boven. Dan trek je hem door het oog heen. Deze is net iets te kort. Dus doe ik hem aan deze kant door het oog heen. Zodat die net lang genoeg is. Omdat de loodkop eromheen kan. Dan steek je hem door het oog, zoals je ziet. En doe je de het uiteinde trek je om de spiraal. Deze heb ik net iets te kort gemaakt. Ik werk nog een keer terug. Zo, dan zie je net iets langer. Dan weer door het oog heen. Over de spiraal. En de uiteindes om de loodkop. Die dit past precies, dat is perfect. Oh, haak in mijn vinger. Kijk, en dan heb je dit. Dan pak je de shed. Prik je mooi in het midden van de shed. Dan draai je hem erin. Hoppa. Dan kun je twee dingen doen. Of je prikt hem met de haakpunt in de rug. Nou, dan is hij in principe klaar. Maar wat je ook kan doen, is de haakbocht afknippen. En dan in de shed steken. Dan komt de haak sneller los als de vis hem heeft. En beschadig je minder de shed. Dus je kunt je eigenlijk wel voorstellen, als je hem zo eruit trekt, dan gaat de shed kapot. Dan knip je hem eraf, wat mijn voorkeur heeft. Komt hij makkelijker uit de shed. En blijft je shed langer heel. Zo werkt het. Niks meer, niks minder. Dit is dus hoe ik mijn pelagic set rig slash knoop. Nogmaals, er zullen vast betere manieren zijn, maar dit systeem heeft mij nog nooit in de steek gelaten, dus ik verwacht ook niet dat dat bij jullie gaat gebeuren. Wil je nou ook vissen met de sheds waar ik mee vis? Kijk dan even op www.applebaits.nl. Linkje staat natuurlijk hieronder in de beschrijving. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Laat even een likeje achter als je hier iets aan hebt gehad. Vergeet ook niet even te abonneren op mijn kanaal voor nog meer tips, tricks en natuurlijk visvideo's. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg, tot de volgende video en later! We'll be right back.